Surinaamse artiesten moeten erkend worden en moeten hun talent kunnen uitdragen. Ze zijn vaak een rolmodel voor de jeugd. Dit is de reden waarom Floris Adipi, directeur van FJB Jesulis Copy Center, het initiatief heeft genomen diverse artiesten of rolmodellen te plaatsen op schoolschriften. Dit moet jongeren stimuleren verder te studeren. De launch van dit project heeft gisteren plaatsgevonden in het Lalaroek-gebouw. Guillermo Varnold, artiest en rolmodel, die apostel Steve Rijmen van Logos International vertegenwoordigde, is ontzettend ingenomen met het initiatief van Adipi. Hij riep de artiesten op het goede voorbeeld te geven aan de jeugd. Maar ik wil u met heel veel nederigheid bemoedigen. U bent belangrijk en u bent invloedrijk. En ik wil u vragen dat in uw status als te zijn een celebrity, een very important person, say Gilman, om toch het goede voorbeeld te geven. Ik wil u vragen om uw waarden en uw normen heel hoog te houden. Want u bent voor ons een voorbeeld. We willen ons meten aan u. We willen u als voorbeeld nemen. Paulus bijvoorbeeld zei tegen Timotheus: niemand staat in u gereed om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld. In liefde, in wandel, in reinheid, in het woord. Dus u heeft de verantwoordelijkheid, lieve mensen, als rolmodel. Wees niet alleen een rolmodel, maar wees ook een voorbeeld voor uw gezin, voor uw familie, voor uw community, uw gemeenschap, voor Suriname. Want u bent dat verschuldigd aan de mensen die naar u opkijken. Iloba, Cyril van de Moorlof, Jackson Bly, King Koyeba, Kratja, Benjamin Faya, Scrappy W en Norma zijn enkele artiesten die voorkomen op de schoolschriften. Deze schriften zullen vanaf de volgende week te verkrijgen zijn in dresscode voor een bedrag van 4 SRD en 50 centen per stuk.